Het volgende nummer dat we gaan doen is met Astrid Nij. Groot applaus voor Astrid Nij. Weet je wat ik nou zo leuk vind? Ja, ik heb een mouw gemaakt volgens mij. Of nou, haal je even... Nee, de kraak is... Ontzettend! Ik sta hier met een ongelooflijke lekkere band. Kasbah. En dat is de band van de toekomst. Dat is pas echt integreren. 4 Marokkanen en 3 Nederlanders. En de grootste pot van Nederland staat ervoor. En daar ben ik trots op. En ik hoop van harte dat er ook heel veel Marokkanen en Turkse mensen volgend jaar naar de Gay Pride komen om ons te bekijken hoe ontzettend lekker we zijn. Dank je. Surinamers mogen ook komen hoor. Oké. Een speciaal arrangement op 2 stukken. We gaan beginnen met Tegen Beter Weten in Yes. Een zandbak met een schutting eromheen. Wat daarachter was, dat mocht ik zelf verzinnen. Een grote tuin vol bloemen en een zon die altijd scheen. En dat deed zo, al ontdekte ik ook later dat er niets was dan wat onkruid en wat puin. Want de werkelijkheid heeft immers niets te maken met die zelfbedachte echte bloementuin. Van de wereld was die schutting wel het einde. Van mijn eigen wereld was hij het begin. En daar bleef ik in geloven, tegen beter weten in. Zat ik jarenlang gevangen als een vreemde vage vlinder in de klas. In mijn dagboek schreef ik veel de toekomst dromen, want na het eindexamen begon het even pas. En dan liet ik later eenzaam vele nootjes ergens op een koude kamer in de stad. Ik wist zeker, morgen zou het echt beginnen. We'll be right back.
Dankjewel. Dankjewel. Wat een